Hallo daar, welkom in een gloednieuwe vlog. Ja, ik kom net uit de douche. Mensen die zich afvragen, Maximiaan, wat was dat? Allee, zeg mijn haar. Dat was de verjaardag van Gert-Jan die we hebben gevierd. En Gert-Jan is een trouwe kijker van de vlog, als ook een heel goede vriend. Gert-Jan, gelukkige verjaardag. Ook wilde weten hoe fake dat YouTube is. Hier zijn de beelden zonder muziek onder. Kom maar, ik dan van de vlog. Totaal niet forceerd, maar goed. En ook... De reactie van Gert-Jan als hij zijn cadeau krijgt was ook echt, echt ziek lachen. Wow. Nu, wat heb ik de afgelopen dagen nog allemaal gedaan? Ik heb onlangs meegedaan aan een live programma project van Artevelde Hogeschool. Waarbij ik mee heb gedaan aan een live programma. Hier zijn enkele highlights. Een hele goede middag iedereen en welkom bij Bluffercafé. Bluffercafé is het spel bij uitstek waarin twee onbekende kandidaten elkaar zo goed mogelijk moeten leren inschatten en inschatten of ze aan het liegen zijn of de waarheid aan het vertellen zijn. Rechts van mij zit Maximiliaan Verheijen, een student film- en televisiestudies, als ik me niet vergis. En die is naar eigen zeggen ook een professioneel zeevaraar. Er werd mij een blokfluit in de handen gestoken en ik moest ergens in Gent moest ik... In het midden van de straat moest ik een klein live concert opvoeren voor alle mensen dat passeerden. Ik heb mij daar heel misschien wel een klein beetje belachelijk gemaakt. Wat is uw tweede opdracht? Mijn volgende opdracht. Ik werd de graslei opgestuurd met een paar openingszinnen. En ik moest bij een paar bevallige dames gaan zitten en die openingszinnen uitproberen. Wat was jouw laatste opdracht, Maximiliaan? Mijn laatste opdracht kreeg ik een tube gevuld met wasabi. En ik moest dat op een tandenborstel doen en ik moest daar mijn tanden mee poetsen. Nu, kleine side note, ik kan echt niet tegen pikant eten. Maar dat wil dus wel zeggen dat Maximiliaan onze winnaar is van vanavond. Ja, dat was het. Dus vanaf nu kunt je mij ook boeken voor uw live programma's. Ik ga verder leren en ik zie jullie terug als er een update is. Fucking focus, gast. Ja, hallo. Welkom. Sorry, veel eruit. Welkom terug. Wat is er veranderd? Niets. We zijn altijd thuis en ik heb nog altijd geen kleren aan. Tenzij dat ik in het vorige stukje wel kleren aan had, dan is er wel iets veranderd. Nu, ik ben net terug thuis van mijn werk en ik heb 3 dozen ontvangen. 3! We beginnen met een doos van UPR. Ik ga dat even de camera neerzetten. Ha, tepels, sorry. Ze hebben deze opgestuurd. Een t-shirt van Uniqlo van Star Wars. Mensen die niet weten wie dat is Credo van Star Wars. Die heeft een scène met Han Solo, dat ze daar op tafel zitten met dingen aan elkaar te schieten. Dus Uniqlo en UPR. Heel dikke merci. Oh. Merci. Tweede doos is van... Ja, mensen, ik weet het, het is ongelooflijk. Ik was er echt niet goed van. 3 dozen. Quest Nutrition. Mensen die mij al even volgen de vlogs, jullie weten dat Quest Nutrition is een bedrijf waarmee ik samenwerk. Ook een tekstje, het is een Engels bedrijf. Dus het was in het Engels te doen. Iets wat mij wel heel erg stoort aan die Amerikanen en Engelsen, is dat ze zijn te lui om Maximiliaan te zijn. Maar dat is in België ook. In België zijn mensen ook meestal te lui om Maximiliaan te zijn. Ik vind dat niet erg, dat is geen probleem. Noem mij alstublieft niet Max. Ik hoor dat niet graag. Max is voor mij een naam voor ofwel een hond of een Hollander. Je bent ook alle twee met dezelfde 2 letters. Ik wil daar niemand mee beledigen die van Amsterdam is. Of van Nederland in het algemeen. Ik hoor dat gewoon niet graag. Dus als je te lui zit om Maximiliaan te zeggen, zeg dan alsjeblieft Maxi. Zeg niet Max. Gelijk dat zij hier doen. Max. Nee. Maxi. Oké? Maar omdat zij mij dingen opsturen, kan ik er wel mee leven. En dan als laatste, en waarschijnlijk ook het zotste, heeft Walkie Talkie deze opgestuurd. Prachtig. Mensen die nu weten wie dat is of wat dat is, dat zijn de oortjes van Minnie, van Mickey Mouse. Nu gevraagd waarschijnlijk af Maximiliaan, waarom draagt hij in godsnaam oortjes van Minnie Mouse? Dit weekend, zaterdag en zondag, ga ik samen met TechMac, dus ik en Ender, gaan samen naar Disneyland. Want in Disney organiseren ze dit jaar de allereerste Gay Pride. Dat waren de dozen. En de reden waarom ik dat vlogde was eigenlijk omdat mijn kip is aan het ontdooien. Weer al tepels, sorry. De kip is aan het ontdooien en ik heb ongelooflijk veel honger. Dus, dat was het.
Maar zoals jullie kunnen zien, de doncho heeft dus twee functies. Hè. Mij warm houden en een soort van hangmat zijn voor Luna. Kijk, ze kijkt alsof dat ze het een spook heeft gezien of zo. Hè. Nu, mijn excuses voor deze vlog dat ik heel veel binnen heb gezeten. Maar het is blok, hè. Ik kan moeilijk naar buiten gaan en dingen gaan doen. Ik moet leren. Ik wil er door zijn, oké? Okay. Ja, ik wil je graag bedanken voor het kijken naar deze video. Duimpje naar omhoog mag altijd, duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Mensen dat beslissen voor een duimpje naar beneden te geven, kans er heel dik in. Dat gaat buizen op al je examens. Allemaal. Niet eentje, niet twee. Als je er twee hebt, gaat het wel op al twee buis hebben. Of zijn. Waarom maar net wakker? Nederlands trekt momenteel nog niet te veel. Moet nog een beetje wakker worden. Maar wordt dat beter. Dus ik zie jullie terug in een volgende video. Hij blijft scherp staan. Dit is ongezien. Dit heb ik nog niet gezien op deze camera. Farewell!